Wat is voor jullie zeg maar, eigenlijk het officiële startpunt geweest van dit album? Nou, ik denk de samenwerking die we zijn aangegaan met Niels Zuiderhoek, met onze producer. We hadden heel erg een verlangen om... ik bedoel, mensen kennen ons van alle kleuren die we met ons meedragen. Van een vleugje pop naar een vleugje soul. Dus zo zijn onze platen altijd met volle liefde gemaakt. Alleen het kon nog wel eens van links naar rechts gaan. Toen wij met Niels Zuiderhoek gingen werken, wilden we heel erg graag de focus hebben om qua sound ook een coherent ding te maken. Dus we hebben hem eigenlijk een veto gegeven. Dat is eigenlijk sinds Devil Don't Care. Devil Don't Care, Be Strong, Nothing to Lose en Cry Baby was zeg maar een soort van blueprint van de kleuren die we bij ons droegen, die we later op een plaat wilden gaan vormgeven. En wat er eigenlijk is gebeurd door we dat hem hebben gegeven, kon hij heel mooi en los van allerlei emoties en al dat soort dingen, kon hij heel goed de boel overzien. En kon hij heel goed de stukken samenbrengen. Ik bedoel, wij geloven in elk stuk dat we hebben geschreven. Alleen hij kon het als een coherent ding maken. En dat voelde heel goed bij Devil Don't Care en bij die songs. Dus wij wilden daarom ook dat voortzetten in het traject van een album. En dat hebben we gedaan. En dat is, welk jaar was dat? Ja, we zijn in 2018 begonnen met Niels. Ja. Wat zei hij tegen jullie? Wat zei hij van, dit is hetgene wat ik eigenlijk de essentie vind voor jullie, wat ik eruit wil halen? Nou, ik denk dat voor ons vooral belangrijk is dat het werk met een producer, wat we ook een aantal platen lang niet hebben gedaan. Dus gewoon het onderling hebben gemaakt een aantal keer. En daarna een plaat met mijn broertje en nu dan met Niels. Ik denk dat het voornaamste is, wat Mars ook al aangeeft, dat er iemand is die, zeg maar, als de helft van de band naar links wil en de andere helft naar rechts. En het is allebei equally good. Dat er iemand is, nee, we gaan naar links, want links is gewoon de rode draad van deze plaat. En zeg maar, dat je gewoon onderling ook het vertrouwen hebt uit. Ik denk dat dat het voornaamste is. Het is niet zozeer wat hij tegen ons zegt, het is meer het feit dat wij hem vertrouwen. Wat heeft hij aangegeven bijvoorbeeld door deze plaat? Wat vond hij, welke richting er moest opgegaan met het materiaal wat er lag? Nou, ik denk ook, wij zijn natuurlijk allemaal muzikanten en iedereen wil zowel... iedereen wil gewoon zijn verhaal kwijt, muzikaal gezien. En ik denk dat ook een hele waardevolle rol van de producer daarin kan zijn om to the point te blijven. Dus veelvuldig dingen op de weegschaal leggen om de boodschap die je wil brengen, zowel muzikaal als inhoudelijk, gewoon dat die kernachtig blijft. Om op die manier ook een plaat te maken, of in ieder geval streven om een plaat te maken die duurt dan 40 minuten, maar die moet wel 40 minuten, iedere minuut moet wel boeiend zijn, zeg maar. Er moet geen vulling op staan, zeg maar. En ik denk dat daar ook wel een goede... Maar het is niet zo dat daar heel veel over gesproken is. Het is meer gewoon, je werkt samen, het vertrouwen is er, omdat het vertrouwen er is. Let's go. Dan ga je gewoon. En dan laat je op een gegeven moment ook gewoon... Ik denk dat dit, daar ben ik ook wel trots op, ik denk dat dit plaat is met absoluut het minste discussie. Betekent, is dus dat... Hoe voelden hij jullie dan? Jullie zijn met z'n vijven, zeg maar. En iedereen heeft zeg maar, ook gewoon wel een stem. En wat heeft hij bijvoorbeeld jou gebracht? Even voor specifiek... Nou, voor mij scheelt het heel erg dat er iemand aan boord is. Zeg maar producer ziende als een tijdelijk extra bandlid, om het zo te noemen. Dat ik daarmee zelf ook weer wat meer bandlid ben dan wanneer ik ook de studio doe. En zeg maar, dat gaat hand in hand en dat vind ik ook leuk. Dat gaat heel goed samen. Maar het is ook gaaf als je even gewoon bassist kan zijn op een plaat, omdat iemand anders dat deel, dat technische deel, kan faciliteren. Dus dat is de luxe. Heb je daardoor ook meer tijd gehad voor je baspartij uit te werken? Ja, ook wel, zeker wel. Dat scheelt, zeg maar, je hebt dan... het heeft mij wel de ruimte geboden om te focussen op belangrijke dingen die ik ook wel eens, zeg maar, er nog in het verleden heb ik er ook wel eens bij gedaan, omdat ik nog 20 andere dingen ook aan het doen was. En dat is fijn als dat niet, als je gewoon een middag of een dag of een moment de tijd kan pakken om te doen wat eigenlijk op dat moment het belangrijkste is. Heb je een voorbeeld van op deze plaat waarin je zegt van, nou, ik heb bijvoorbeeld een baspartij of iets gedaan waar ik nu echt de ruimte voor kreeg, wat ook zeg maar kon? Bijvoorbeeld bij een nummer of bij een... Sorry, bij? Bij een nummer of bij een intro? Nou, ik denk dat dit plaatproces juist doordat het vertrouwen zo hoog is, meer dan ooit echt dan dat groepsding is. Zeg maar, het is de eerste, nou ik weet niet of de eerste, maar het is niet eens... Er zijn ook baspartijen die Niels of die Spike gespeeld heeft. En die demo was te gek en dan heb ik een paar takes gedaan, een paar verschillende basjes geprobeerd en die demo bas was gaver. Met alle liefde pak ik net zo goed, weet je, dat is dat proces dan en dan, dat is dan hetgeen waar iedereen al de hele tijd een bepaald gevoel mee heeft. En dat is prima, weet je wel, dat is, als dat is wat, als je gewoon duidelijk kan AB'en van, oh ja, het is gewoon gaver. En dan hoef je dat is gewoon cool, als je dat allemaal los kan laten en gewoon met z'n allen gewoon een gaaf plaat kan maken. Ja, dus minder ego, meer gewoon voor het totale proces. Ja, gewoon echt... Het heeft gek genoeg soms ook iets charmants. Het geldt precies hetzelfde voor Spike zijn gitaarpartijen. Weet je, op het moment dat hij in zijn bubbeltje zat en aan het schrijven was achter zijn laptop en gitaar aan het opnemen was, dat hij ook dacht van ja, dat kan ik nu wel overnieuw gaan doen, bij wijze van spreken. Maar er zit een bepaalde charme ook in het vangen van het moment en het gewoon het loose niet nadenken. Gewoon de ding erop choppen en gaan. En daar wordt het ook gewoon een stuk minder gepolijst van, bij wijze van spreken. Ja, dus het is ook vaak genoeg inderdaad, ik denk dat er geen song op de plaat staat. Na Soldier On denk ik dan, nou ja, daar staan weer demo dingen van jou op. Weet je wel? Ik denk dat op iedere song op deze plaat dingen van een moeder zegt. Ja, echt absoluut demo-partijen op het einde hebben gehaald. En soms in een hele extreme mate. En soms zijn het details. Maar ja, ik denk dat een gave demo in ons geval toch wel... Dat is eigenlijk vaak wel de prikkel om iets uit te werken. Mm-hmm. Ook een luxe dat er nu zoveel is, zeg maar. Het is nooit dat... we hebben in dit hele plaatproces geen... Eerder dat de moeilijkheid zit in wat wel en wat niet. Dan dat we omhoog hebben gezeten van, heeft iemand nog een idee of zo? Ja. Dat geeft het aan, zeg maar, dat die demo, dat er nu meer keuze is gemaakt voor het moment, voor de demo, voor het moment en minder voor de gepolijstheid. Wat geeft dat aan? Ik denk dat het aangeeft wat ook een beetje deze tijd aangeeft. De tijd waarin wij deze plaat ook hebben gemaakt. Het is een heel geconcentreerd tijdperk geweest eigenlijk sinds dat deze hele... bubbel begon en iedereen moest thuis blijven. Dat deed ook wat met ons. Het werkte in op ons persoonlijk gevoel, zoals hoe dat denk ik bij heel veel mensen heeft gedaan. Iedereen is in zichzelf gekropen, bij wijze van spreken. En op het moment dat we dachten van, hé, maar dit is toch stom. Waarom kunnen we niet eens bij elkaar zijn? Weet je, we willen een plaat gaan maken. Maar dan heb je dus thuis al wel het een en ander gedaan en dat breng je samen. En dan, ja, dat zat gewoon zo'n fijne... Let's get rid of it, weet je. Ja. Ik bedoel, je zou kunnen denken van waarom breng je nu een plaat uit als er helemaal geen perspectief is om te gaan spelen, weet je wel. Gooi je dan niet je muziek weg, maar we hadden echt zoiets van, ja maar, we kunnen wel afhankelijk blijven van de situatie, maar we kunnen ook gewoon geven wat we hebben. En doen wat er wel kan, weet je wel. Van, ja. Ik denk dat we alle, dat voor ons allemaal wel geldt van, ja je moet ermee dealen en je kan heel erg bij de pakken neer gaan zitten, maar... uiteindelijk creëren kan niemand je ontnemen. Dus dat heeft eigenlijk voorrang gekregen. En normaal gesproken zou dit natuurlijk in ons jubileumjaar een zomer zijn geweest van ieder weekend festivals. En eigenlijk een jaar waarin alles naar 2 grote shows in Ahoy zou leiden. En eigenlijk al vrij snel, we konden pas eind augustus eigenlijk pas de knoop hakken dat het dit jaar echt niet doorging. Terwijl je al de hele zomer voelt dat die Ahoy shows niet zouden gaan plaatsvinden. Dus eigenlijk al... Ergens in mei hebben we voor onszelf de knop al wel omgezet van als dat dan nu de realiteit is, dan gaat alle focus gewoon op creëren. En dan in betere tijden kun je daar weer gewoon mee hopelijk op pad en dat met zoveel mogelijk mensen delen. Ja. Wat heeft zeg maar die tijd wat je net zegt, die bubbel, wat heeft het met jou thematisch gedaan met jouw teksten? Nou, vooral Guus van der Steen, lieve vriend, die ook al sinds Daydreams aan een Blackout aan boord is bij ons, met wie we heel veel schrijven. Die heeft een heel groot, ja, ik zou wel zo kunnen zeggen, een heel groot aandeel in wat er geschreven is. Maar omdat wij zo close zijn, heeft hij het uit mijn hoofd kunnen plukken, bij wijze van spreken. Ik bedoel, ik denk dat deze plaat enigszins zijn donkere kanten heeft, maar vooral ook heel veel hoop wilt bieden en uitstralen. En, dus weet je waar bijvoorbeeld het eerder best wel persoonlijk kon zijn, hebben we sommige dingen ook als een idee of als een concept beschouwd. En vaak is de muziek een klank, een schets van muziek geeft ook heel vaak een gevoel of een intentie. Weet je, zoals met Born Again ook, als dat wordt gewoon bam, als dat begint, dat schetst gelijk een beeld. Dus dan ga je kletsen en dan... Ik denk dat we door een hele grote emotionele rollercoaster zijn gegaan de afgelopen maanden. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus ik denk dat van overlevingsmechanismes of wat je staande houdt in zo'n tijd, of je liefde of je kwetsbaarheid. Ik denk dat heel veel dingen wel aan bod is gekomen op deze plaat. En dat het zich ook vooral heel erg afspeelt in hoe we ons de afgelopen tijd hebben gevoeld. Kun je het iets meer woorden geven, zeg maar? Hoe heb je je gevoeld? Als in welke thematiek? Nou, gefrustreerd, weet je wel. Gefrustreerd. Ik bedoel, over bijvoorbeeld hoeveel verdeeldheid er ook wordt gecreëerd. Weet je wel, waar we in het midden van staan. Er wordt heel veel beroep op gedaan, op ons als mensen. Je wordt collectief wel echt serieus op de proef gesteld. Dat. En daar heb je gewoon wel iedereen heeft daar wel zijn verantwoording in. En dan is het, denk ik, in het maken vooral uitdagend om... en dat vind ik heel vet. En dat vind ik ook heel vet aan wat Guus daaraan toe kan voegen. Zeg maar, aan de oppervlakte zou je wellicht overal, als je dat zou willen, een love song in kunnen zien. Maar er zit eigenlijk altijd een laag in... die je op een groter thema kan betrekken. En ja, ik denk dat dat gaat dan met name als je de Born Again... is de kracht die Mars omschrijft, dus die ervaar ik ook. En dat is een hoopvolle energie. Gewoon, maar wel eentje, zeg maar, de woorden die daaraan gegeven zijn, dat is wel, zeg maar... ik denk wel dat het oprecht een beroep doet op ons allemaal. En op een manier van... de verantwoording om, als je wil dat de wereld waarin je verkeert ten positieve beïnvloed wordt, dat iedereen daar zijn aandeel in heeft. Voel je nu ook, zeg maar, als band en als meer uitgesproken personen, of tenminste meer zichtbare mensen, om dat ook, die boodschap nu extra neer te zetten? Ik denk dat het echt uitdragen van thematiek en de barricade op vind ik zelf als artiest of als band lastig. Ik denk dat het, in mijn optiek is het waardevoller als je iets moois kan brengen met wat zeg maar ook autonoom mag en kan bestaan, wat je ook gewoon in de auto keihard mag zetten omdat je er blij van wordt of omdat het een prettige... Het mag gewoon ook kicken zijn, weet je wel? Ja, maar het voorbeeld staat natuurlijk al op deze plaat en heeft zich al bewezen, bijvoorbeeld Soldier On. Sorry, om daar dan inderdaad op in te haken. Dat is denk ik het perfecte voorbeeld van Soldier On. Zit wel degelijk, dat is natuurlijk nu achteraf is een groot cadeau geweest wat daarmee gebeurde. En het is, en dan kan Mars misschien veel beter vertellen, maar het is in de eerste plaats een hart onder de riem. En dat is nu een hart onder de riem voor vele mensen gebleken, maar ook allerlei situaties. En ik denk dat dat het meest waardevolle is. En daarom denk ik dat zelf de barricade opgaan en niet de mooiste route is, omdat laat de muziek daar maar belanden. Ja. En dan zal voor iedere song gelden dat de een de steun uitput en de ander er blij van wordt. Ja. En de ander gewoon zin heeft om harder te rijden, omdat die plaatsen lekker... Maakt niet uit, weet je wel. Ik vind het ook wel een fijn gevoel om daar over dat stukje dan niet verantwoordelijk te hoeven zijn. Ja. Hoe was dat voor jou, zeg maar, dat Soldier On zo wordt opgepikt? Ja, man, dat is net wat Bas zegt. Dat is een enorm cadeau. Ik bedoel, je schrijft muziek met een zuivere intentie. Weet je, natuurlijk, weet je schrijft het omdat je het graag aan de mensen wilt geven. Je wil graag dat het gehoord wordt. En dat mensen daar iets uit kunnen halen voor zichzelf. Maar dat dit ging gebeuren, dat had niemand kunnen voorzien natuurlijk. En dat is heel bijzonder. Het deed er ook niet meer toe wat het voor mij betekent. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als het op een gegeven moment zo breed omarmd wordt. En iedereen, net wat Bas ook al zegt, zijn eigen... verhaal daarbij heeft of net die ene dingen tussen de lijnen doorleest wat iemand grijpt. Weet je, dat is heel waardevol. Weet je, in plaats van dat je inderdaad moet vertellen wat het verhaaltje is. Ja, precies. En is het dan, ik kan me voorstellen, zeg maar, dat je, ja, je schrijft dat dan. Was dat voor, toen het geschreven, weet je wel, die tekst, was dat voor jullie ook zoiets van, hey, dit is voor ons ook, we vangen hier iets moois in? Of was het voor jullie, met alle respect zeg maar, zoals alle andere songs? Of had je zelf het gevoel van, dit is toch wat specialer qua gevoel? Of? Ja, nee. Ja, ik denk dat het was een... Soldier On kwam echt heel erg uit Marcel Sukoker, die eigenlijk, wat de productie is in dat geval echt de afgemaakte demo eigenlijk. Want daar is eigenlijk in vormen en dingen praktisch niks veranderd. En ik denk dat Spike wel ook iemand was die meteen vanaf de eerste keer luisterde al meteen het eruit pikte van... is een single en dit moet iedereen horen. En zeg maar, ik denk dat we als collectief gewoon nu ook... Dat is ook fijn van iets heel lang doen, dat je ook dat soort processen meer los kan laten, weet je wel. Van als iemand ergens van overtuigd is, is het makkelijker, denk ik, om te volgen. Ja. En ja, zeg maar, dit had, zeg maar, niemand, denk ik, kunnen voorzien. En de grap is natuurlijk ook, ik ben heel blij mee dat het er eentje is dat het gebeurd is en dat het die context heeft gekregen. Maar dat het iets is wat in de zomer van 2019 af was. Ik weet nog dat ik de mix aan het luisteren was toen vorig jaar de mussen dood van het dak vielen. Toen had nog nooit iemand van corona gehoord of wat dan ook, weet je wel. Dus sterker nog, die hebben we afgemaakt toen we de EP maakten vorig jaar. Ja. In dezelfde sessie. En toen hadden we zoiets van, ja, EP, het is een bijzonder... Ik weet nog heel goed dat we het over hebben gehad van, hij kan ook op die EP. Maar dan krijgt hij misschien niet de aandacht die het als song wellicht verdient. EP kwam uit in het najaar vorig jaar. Dus toen hadden we zoiets van, dan hebben we echt iets moois, iets bijzonders voor het nieuwe jaar. En hij kwam op 21 februari uit. Ja, toen zelfs was er, toen was er in Azië corona en weet ik veel wat, maar hadden wij nog hele plannen van hoe het voorjaar eruit zou zien en dat we met de Pasen gewoon er tegenaan zouden gaan. Paaspop zouden gaan beginnen. Ja, maar zo zie je maar, zeg maar, dat is uiteindelijk dan... Het vindt ook wel zijn weg en uiteindelijk moet het dan zo zijn. Wild Hearts, ook een nummer op deze plaat. Hoe zijn jullie met albumtitels? Is dat iets wat, ja, hoe is dat in deze gegaan? Nou, Wild Hearts is eigenlijk ook de song die we toen daarna als eerst hadden opgenomen, na Soldier On. En het heeft altijd heel erg gevoeld, heel erg... Europa Tour, dat is voor mij is dat al de hele connotatie van het ding wat... We hebben in december 10 shows in het buitenland gedaan. En dat was heel leuk, gewoon even een bus in. Eigenlijk voornamelijk omdat we dat zelf een keer wilden ervaren. En dat pakte heel leuk uit, gewoon piepkleine zalen, maar met een super lekkere energie. En juist omdat we hebben ook wel tijden gekend waarin we nieuw repertoire niet op het podium uitprobeerden. En ja, de laatste jaren doen we dat steeds vaker. Dat je wel eens een keer iets meeneemt, een keer wat uitprobeert. En eigenlijk gaandeweg 10 shows werd Wild Hearts een soort van uitsmijter al op die tour. Ja. En het, het is in Berlijn ontstaan bij Niels in de studio. Paul, Jan en Spike die heel erg lekker gewoon in de keuken van de studio aan het viben waren op een ideetje. En die kreet was er heel snel. En vanaf daar denk ik dat we eigenlijk vrij unaniem al hebben geroepen. Volgens mij moet dit gewoon de albumtitel zijn. Ja. Dus dan kun je ook alles maken in het kader van, dan als dit titeltrack is, dan past dat er wel bij, dat niet. Misschien is het ook een soort van onbewust een beetje je kompas dan. Ja, en Spike beschrijft het ook als een veerkrachtig hart. Weet je, ik kan me voorstellen dat, weet je wel, je bent al 20 jaar onderweg. Je bent keihard aan het werk en je haalt nog steeds plezier uit hetgene wat je doet. En er is nog steeds wat te halen. Weet je wel, met hetgene wat je doet. Zoals bijvoorbeeld dat Europa-toertje, waar je misschien vooraf denkt van, moet geld bij, maar om jezelf de ervaring te ontnemen door dus bijvoorbeeld te zeggen, nee, dat kost alleen maar geld en dat levert niks op, was het juist heel erg leuk om dat vanuit je zielsbeweging, vanuit je hart, dat te willen doen en dat dus ook te gaan doen en dat je er nog steeds bent. En dat we onze grootste hit ever hebben gehad, dat is crazy. Dan kun je zeggen, zeg maar, dat jullie, zeg maar, als een soort Ja. Dat is een soort bandgroei, banddynamiek. Je ziet op een gegeven moment, bands gaan door fases heen. En vaak die eerste fase waarin je die ego's moet gaan loslaten, dat op een gegeven moment opspelen, dat is vaak een gevaarlijke fase. Veel bands gaan daar kapot. Kun je zeggen, joh, dat jullie daar nu een beetje doorheen zijn? Ja, zo. Ja. Weet je, ik denk dat dat bijvoorbeeld, dat zijn van die dingen met tracklisting bijvoorbeeld. Iedereen, weet je wel, ja. Dat zijn van Spike deed een suggestie. En ik kan me nog herinneren, weet je, voorgaande jaren van, oh, misschien dat die daar omdraaien of waarom zou je die al weggeven? Dat is daarover. En ik had zoiets van, top. Ja. Ja, ik denk dat ik vind het, want het is namelijk heel erg fijn om, als iemand een duidelijke visie heeft en je hebt respect voor diegene, je vertrouwt die iemand en je houdt van diegene, dan waarom zou je dat beter of ja, zoiets kunnen doen? Zeg maar, ik denk dat dat besef er ook is, dat het kan namelijk, alles kan altijd anders. Maar dat maakt geen reet uit. Nee, en weet je, tenminste, er is niet een universele waarheid of zo. Dus zeg maar, deze waarheid is te gek. En ik denk sowieso dat de plaat Spike meer dan ooit echt heel duidelijk visie had van wat het geheel moest zijn. Ja. En dat iedereen daar comfortabel mee was om daar ook in te volgen, weet je. Ja. Dat zeg maar nooit eerder, denk ik, zo van ja. Ik heb eigenlijk geen slechte ideeën gehoord, dus ja, dan voelt het ook vaak zo van ja, dan kun je er 20 suggesties tegenover zetten of je kan gewoon een goed idee volgen. Geen heilige huisjes, weet je. Ik bedoel, ik weet nog dat wij dat we een uptempo song hadden en die was echt praktisch af. En toen kwam er een andere uptempo song, die vonden we toch beter. Weet je, terwijl we dachten van oh, we brengen die uit. Ja. Weet je wel, en dat we toen gewoon eigenlijk, nou ja, nee, laat maar. Ja, het zit eigenlijk, hij zou eigenlijk naar de mix kunnen, ja. Een soort van af inderdaad. Dus die staat niet op deze plaat, die is ook niet weg, weet je wel, maar het was zo van oké, die gaat dan in het totaalbeeld. Gaat niet die op de plaat zetten. Nee, en dan was het ook, om dan bijvoorbeeld over oude pijn te spreken of zo, of over heilige huisjes, weet je. Ik bedoel, dat was dan een idee, dat was bij mij begonnen, maar hey, all good. Want ik vind dat idee namelijk ook heel erg gaaf, snap je dus? Ja, en ik denk ook dat, zeg maar, dat dit bij uitstek de plaat is. Nou ja, Color heeft zeg maar, de hele muziek is nieuw. Is de input vanuit Niels, niet een tof idee. Maar de vocal, de tekst en de melodie van de vocalen, die gaan al terug naar 2016. En die hebben toen een preproductierondes meegemaakt. En daar zijn nog demo's van in allerlei vormen. En soms heb je een song waarvan je weet dat het sterk is, maar dat de vorm er gewoon nog niet is. En dus die pool wordt alleen maar rijker. En dan, dit was dan weer zo'n voorbeeld van, oh ja, die tekst, Mars kwam ermee van, als we dat er nou overheen doen, dan heb je weer zo'n moment dat er in een avond een soort van kop en staart ding is geboren. En vaak zijn dat gewoon de beste, dat je er niet eindeloos aan hoeft te knutselen. Zeker, maar dat ze er opeens toch gewoon zijn. Ja, de plaat is echt op momentum gecreëerd, ja. Dank jullie wel. Jij bedankt. Jij bedankt.